Vandaag heb ik weer een Nederlandse video voor jullie. Yay! Ik weet dat heel veel mensen weer verzoekje hebben ingediend voor een nieuwe Nederlandse video. Dus vandaag ga ik zacht gesproken combineren met fluisteren van oor tot oor. En terwijl ik dat doe in deze video, ga ik ook een aantal dingen laten zien. Ik heb een aantal oude documenten besteld via Marktplaats. En die zou ik jullie ook graag willen laten zien, want ze zijn heel erg oud. Er zit weliswaar geen bewijs van echtheid bij, maar ze zien er heel erg oud uit. Dus ik ben zelf altijd heel erg geïnteresseerd in oude dingen. Dus ik zou jullie dat graag ook willen laten zien vandaag. Dus laten we met het eerste ding gaan beginnen. Ik had eigenlijk in gedachten om een hele andere video te maken vandaag. Ik wilde jullie vandaag eigenlijk een beetje een soort van update geven over hoe mijn leven hier in Canada er nu uitziet en de dingen die ik in de afgelopen paar weken heb gedaan die heel erg leuk waren. Maar ik denk dat ik die waarschijnlijk wel voor een andere video ga bewaren. Dus laten we met het eerste ding gaan beginnen voor vandaag. Het is naar mij opgestuurd in deze roze envelop. Kijk alsjeblieft niet te veel naar mijn nagels. Ze zijn best wel kort op dit moment. Ik heb overal haren van mijn hond. Ze is in de ruit. Ik kan overal de haren van haar vinden. Ik kwam in deze map en daar heb ik dus een aantal documenten ontvangen van Nederland. Laat ik het jullie zien. Oh, ondersteboven. Oké, laat ik de map even op de grond leggen. Ik heb alles in het plastic hoesje gestopt. En alle plattegronden die ik hier heb en ook de dingen die gewoon geschreven zijn, ik ben van plan om die te gaan inlijsten. En om die dan op te hangen in de woonkamer. Dus ik heb een aantal dingen gekocht die met Haarlem of Amsterdam te maken hebben. En de reden daarvoor is omdat Chris, mijn verloofde, een half jaar met mij in Nederland heeft gewoond. Toen ik nog in Nederland woonde. En hij heeft Haarlem en Amsterdam ook gezien. Want ik kom zelf uit Haarlem. En hij heeft Amsterdam natuurlijk uiteraard ook gezien. Dus ik heb een aantal dingen besteld die hij ook eerder gezien heeft. Aangezien we samen wonen is het wel zo leuk als we allebei weten wat er aan de muur hangt. Dus ik ga ze nu uit het hoesje halen. Dus ik heb ze besteld
van iemand, een verzamelaar van Marktplaats. En het eerste wat ik van hem gekregen heb is een placet van de Hoge Mogende. En het is van 1643. Het ziet er ook echt super oud uit. Het ziet eruit alsof het perkament is. Wat ik denk dat het is. Ik zou dit heel graag willen inlijsten. Ik hou het niet te vaak vast. Het is eigenlijk pas de tweede keer nadat ik het gekregen heb. Het voelt ook echt heel oud. En ik hou zelf heel erg van oude dingen. Want het heeft altijd zo'n oude energie om zich heen hangen. Ik weet niet hoe ik dat kan uitleggen in woorden. Maar het heeft altijd zo'n oude energie om zich heen hangen. En ik vind het zelf altijd prettig om me daarmee te omringen. Met oude spullen. Dus dit heeft een paar pagina's. En het is een beetje moeilijk om te lezen, omdat het oud-Nederlands is. Maar het begint als Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden. Verbiedende niet alleen het inbrengen in de velve landen van allerhande berepte en de... En daar loop ik al vast. Maar het is een... plakkaat. Ik weet niet eens eigenlijk hoe je het uitspreekt, een plakkaat of placet. Maar het is in ieder geval, het gaat over wol. Ik vind het er echt zo gaaf uitzien. Weet je eens kijken of ik het wat dichterbij kan laten zien. Even kijken hoor. Ja, daar gaan we. Dit is hoe het eruit ziet. Je ziet ook aan de randjes dat het behoorlijk oud is. Dus laten we naar de volgende bladzijde gaan. En dan een hele mooie hoofdletter. Vind ik zelf altijd heel gaaf. En zo gaat het door. Het is heel oud-Nederlands. En dan deze bladzijde. Dat wel echt super gaaf. En het voelt gewoon ook heel oud en heel waardevol. Ik denk meer emotioneel gezien waarschijnlijk. Ik vind het gewoon zo gaaf dat er iets van dat jaar nog steeds bestaat. En dat ik het kon kopen op Marktplaats. Ik heb het met die andere documenten besteld. En in totaal heb ik daar €25 voor betaald, geloof ik. Laat ik jullie nu die andere dingen gaan zien. Oh, er komt politie voorbij. We wonen vlakbij een, de brandweer. Het zit echt achter ons huis. Dus 's nachts hoor je af en toe de brandweer. Maar ik geloof dat dit de politie was. Ik herken het nog steeds niet helemaal soms. Oké, dus het tweede ding die ik heb gekocht is dit. Maar het is geen ets. Het is de methode die gebruikt werd voordat etsen gebruikt werd, zal ik maar zeggen, in het dagelijks leven. Ik weet niet meer hoe dat heet. Maar dit is dus het origineel. En er zijn er meerdere van. En het is de Koninklijke Beurs
te Londen, 1754. De Koninklijke Beurs in Londen. En Chris en ik zijn ook naar Londen geweest. Dus vandaar dat ik het wel leuk vond om deze te hebben. Oké, en dan de volgende komt uit een oud boek. En hij heeft mij verteld, degene die mij dit verkocht heeft, dat hij het boek had en dat het in best wel slechte staat was. En dat hij de bladzijden eruit heeft gehaald die nog te redden waren, zo, om maar even zo te zeggen. Als je iets van geschiedenis weet, herken je dit misschien wel. Dus laat ik eventjes aan jullie voorlezen wat er hierop staat, zodat je weet wat het is. De regulierspoort van binnen en van buiten. Nu de reguliers, toren en herberg, de munt. Dit is de munt. Als je in Amsterdam bent en je komt uit het station, treinstation, en je loopt richting de Dam. Even kijken, de Dam. Ik geloof dat het iets verder is dan dat. Dan kom je de munttoren tegen. En dit is hoe het er voorheen uitzag. Dat was de herberg van Amsterdam. Als ik me niet vergis. Ja. Regulierstoren en herberg de munt. Ik kan me niet meer herinneren uit welk jaar dit is. Maar dit is... behoorlijk oud, want ik geloof dat in de Tweede Wereldoorlog de munttoren, of tenminste toen de tijd de regulierstoren en herberg gebombardeerd werd. En toen hebben ze een groot gedeelte herbouwd, geloof ik, opnieuw gebouwd. Dus vandaar dat het er tegenwoordig heel anders uitziet. Wil ik ook graag aan die lijst staan. En dan de volgende is het stadhuis, City Hall, in Amsterdam in 1544. En deze komt ook uit een boek. En het zegt: het oude stadhuis, de Waag, de Nieuwe Kerk en enige huizen. Zoals zij zich vertoonden na het stichten van der Waag tot omtrent het jaar 1615. Gedaan naar een afbeelding van Klaas Jans Visser met SCH en dubbel S. Deze vind ik echt heel gaaf zelf. Ik zal het zo ook wel even iets dichterbij laten zien. Oké, laat ik er even inzoomen voor jullie. Kijk hoor. Hou ik het eventjes zo. Even dichterbij. Yep. Daar staat het. Het oude stadhuis. En de naaste gebouwen zoals zij waren in het jaar 1544. En dan is dit een kleine legenda waar staat dat het stadhuis is, de vismarkt, dat soort dingen. En dan een plaatje van zoals het er toen de tijd uitzag. Even kijken of het scherp is. Zoiets ongeveer. Dus laat ik die weer eventjes terug in het hoesje doen.
kan ook wel zien dat het er oud uitziet vanwege de kleur dat de pagina's hebben. Ik weet niet of je dat goed kan zien, maar... Het is behoorlijk oud. Wel heel gaaf. Dat hou je toch wel een beetje in je, hè? Ook al ben ik naar Canada verhuisd. Ik ben in de tussentijd de Nederlandse cultuur en geschiedenis een stuk meer gaan waarderen. Ik kan me herinneren dat ik op de middelbare school altijd zoiets had van, moet dat geschiedenis, weet je wel. Maar dan merk je toch dat je, als je wat ouder wordt, dat je op een gegeven moment toch de dingen wil gaan begrijpen. En volgens mij, ik weet niet of ik het genoemd had in mijn laatste Nederlandse video, maar ik heb behoorlijk wat dingen bekeken van de Tweede Wereldoorlog. En ik ben daarna een hele hoop dingen een stuk meer gaan waarderen. Misschien ietsjes te hard. Je kunt een vliegtuig over horen komen. Oké, dus laat ik het eventjes terug doen in het hoesje. Laat ik het eventjes pagina voor pagina doen. Of tenminste twee tegelijkertijd. Ik krijg het er niet echt in. Pagina's zijn breder dan dat ik dacht, de bladzijden. Zijn de oude Nederlandse documenten die ik hier aan de muur gehangen. En dat was ook bij deze mijn Nederlandse video voor vandaag. Ik weet dat ik misschien toch weer wat meer Nederlandse video's moet gaan publiceren zo nu en dan. Ik weet dat heel veel mensen van jullie die toch, of heel veel mensen die toch wel prettig vinden om naar te luisteren. En ik ben er inmiddels ook achter gekomen dat de Nederlandse kijkers van nummer 5 naar nummer 3 zijn verhuisd op mijn lijst met de meest bekeken, of de landen die zeg maar de meest naar mijn video's kijken. Nederland is naar nummer 3 verhuisd. Nummer 1 staat de Verenigde Staten. En op nummer 2 staat op dit moment... Ik geloof Zuid-Korea, geloof het of niet. Dus ik heb binnenkort weer een andere Nederlandse video voor jullie. En in die video ga ik deze envelop laten zien. Tenminste, niet de envelop, maar wat erin zit. En ik heb dit ook besteld op Bevrijdingsdag. Misschien geeft je dat een hint. Maar ik zou die graag ook willen laten zien. En dat heeft ook
met de geschiedenis van Nederland te maken. Dus laat me alsjeblieft weten in de berichtjes beneden deze video, onder deze video, of jij graag een video zou willen zien waar ik die envelop laat zien. En natuurlijk de zachte geluidjes erbij van het uitpakken en zo. Dus laat het me maar weten of je dat graag zou willen zien in de volgende Nederlandse video. En die zal ik dan proberen om in 2 weken te filmen. Ik heb het heel erg druk op het moment, want ik ben met best wel spannende dingen bezig voor mijn kanaal. En daar ben ik best wel druk mee bezig. Het is heel erg leuk, maar het is toch nog wel behoorlijk wat werk. Maar het feit dat ik weet dat ik er zoveel mensen mee zou kunnen helpen, maakt het helemaal waard. Dus ik hoop dat jullie lekker kunnen slapen vanavond. En als je dit kijkt overdag, ik hoop dat je een mooie dag hebt. En ik hoop dat, dat ik je weer zal zien in mijn volgende video. En laat alsjeblieft een berichtje achter of je die envelop graag zou willen zien of niet. Oké, heel erg bedankt voor het kijken en slaap lekker.